Maar de troep nogal vragen. Sommige dingen zijn ook geschrapt en onduidelijk. Daarom een derde bron. Naar het voorbeeld van Timmermans zelf, de vee, die met zijn theosofische vrienden op het begin of zelf regelmatig seances hield en geesten opriep, heb ik de geest van de vee opgeroepen. Esprit, tu es là. Vee, tu es là. Vee, zijn jij daar? En hij heeft geantwoord. Ik heb het opgeschreven. En dus uit deze drie bronnen heb ik een vervolgende brood die ik jullie nu zal meenemen. Dus uit het archief, de eerste zin die sporen bevat. Leer Paul op bezoek in de amandelboom, dat is het begin nog van hier, wandelend herfstweer, dode blaren, juffrouw S, licht depressief. Ik kan mij voorstellen dat de dichter Paul in Antwerpen, jonge dichter, een beetje jonger dan de vee, dat hij in Vlaanderen is hier een boogschut van Antwerpen, dat hij daar wandelde op het Begijnhof. Kan hè? Dichter die het Begijnhof bezoekt, met een gilles en haar, schone jongen, jong onverschrokken, pijpje in zijn mond. En hij ziet de dode blaren, natuurlijk gevoelig voor deze stemming, denkt hij. Een paar jaar geleden schreef ik mijn herfstgedicht. En hij opent zijn carnet, die hij altijd bij heeft, en hij leest het voor. Van zon en van een laatst geluk doorweven is de dag. Zonnedraden, zilver bepereld, zijden regendracht. Gouden zon. Op de stervende blaren speelt goud, veel goud, overal. Een sesam, rotsen, wereld. En ondertussen is Sinfonosa haar kruis begaan. Maar zij hoort de woorden van de dichter. Ze is dat niet zo gewoon dat er een dichter komt. Dus ze laat de kruis weg voor wat er mis. En ze gaat richting de pool, die verder is. Dode blaren zijn op de grond. Maar zo te sterven lijkt me mooi en allen. Het moet zijn toen ergens dat dus de Pool zijn karnetje wil toedoen, maar er valt toevallig een prentje uit op de grond. Juffrouw Sinfonosa, gedienstig, raakt het prentje op. En een familie doodsprentje, het zou spijtig zijn. Dat is uit uw missaal gevallen. Het zou toch kunnen dat dit een eerste gesprek is tussen de Begijn, de jonge Begijn en de jonge dichter. Ik lees hier dan bijvoorbeeld deel 4, deel 3 en deel 2. Het zijn onleesbaar. Moeilijk, dat durf ik niet gisteren, maar dus deel 5. Paul met S in Grand Hotel Weber. Ja, ik weet dat de sprong is veel te groot. Hè. Ik begreep niet goed. Ja, Grand Hotel Weber, dat is een enorme café. De hoek van de Keizerlei en de Frankrijklei. Dat is nu de Five Guys. We kunnen hamburger gaan eten. Maar dat was toen een enorm café. Een café waar een volle stam. Een stamcafé was. Niet voor 5 uur natuurlijk, hè, maar die zat daar. Ik denk, maar hoe is zij in godsnaam op een gein afgeraakt? Ik heb het gevraagd.